Goedemorgen, weer een nieuw weilandje om te zoeken. Dikke bomen, hoge grond, boerderijtje in de verte. Naast het weiland waar ik al veel heb gevonden. Ik kom bij je terug met de eerste vondst. Wish me luck. Eerste vondst na een paar meter, loodje. Met nummer 36 erin. Nou, weer een mooi versierd kunststukje metaal. Een soort siergespje of zo, of een haarklip. Helaas niet compleet. Ziet er verder wel leuk uit. Gespje. Niet zo heel oud, denk ik. Eerst een verzoenlijke vondst, een heidegangetje. Oogje nog intact. Deze kant een kruisje. De andere kant, denk Maria met de tekst eromheen. Kijken of we nog een beetje leesbaar kunnen krijgen. Eindelijk een muntje, leeuwencent. Ik denk dat we hem nog wel redelijk schoon kunnen krijgen thuis. Nou, het vorige veldje was niet wat. Het veldje ben ik vorig jaar geweest toen ik een detector gehuurd had. Toen alles afgelopen. Nu even kijken met de XP-deus wat er is blijven liggen en wat we nu nog extra uit de grond pikken. Bij de eerste vondst zie je me terug. Nou. Die heb ik dus vorig jaar laten liggen. Dit was het eerste mooie signaaltje. Hij is nog niet helemaal leesbaar. Moet hem thuis nog beter schoonmaken met denk een duit. Even kijken wat het precies is. Ja, met een betere detector pik je dus toch weer nieuwe dingen uit de grond. Volgende vondst. Ongelooflijk dat ik die met de vorige detector gemist heb. Geen idee wat het is? Heb je een idee? Laat even een berichtje achter. Hieronder in de comments. Kogeltje. Hartstikke idee. Willemsend. Redelijk scherp. 18. Nou, ergens 1800 zoveel en 20. Laatste getalletje net niet zichtbaar. Halve Willemsend. 1822. Ziet er nog redelijk goed uit. Weer een super gave Willemsend. 1827. Mes scherp. Hartstikke idee. Nou, weer een toffe munt. Voor mij onbekend. Ik moet thuis nog wat research doen. Hier lijken verschillende kleine wapenschildjes te staan. En de andere kant. Groot wapenschild. En 1770 of 1710. Ziet er interessant uit. Daar ligt hij en ik ben er weer blij mee. Knoop met ankertje. Oh, super gaaf. Is die van de marine of de burgerschip, wat is, weet ik niet. Ga ik even uitzoeken, maar super vondst weer. Yes! En weer een duitje. Helaas
onleesbaar op dit moment. Weer een kleintje, halve leeuwenzend. Redelijk scherp. Moet hem even beter schoonmaken voor het jaar, Alma. Leuke vondst weer. Weer een duitje. Kaal. Ik denk dat ik er nog wel ietsjes informatie uit kan krijgen. Muntje 8. Top. Lepel. Niet zo heel oud, denk ik. En weer een muntje. Ja. Wil je kijken? Ja. Wauw. Ga even kijken wat voor muntje het is. Volgende vondst. Weer een leuke gesp. Willemscent. Jaartal nog niet helemaal leesbaar. Een dikke kogel, denk punt 50. Ik heb er niet zoveel verstand van, maar Tweede Wereldoorlog. En weer een duitje. Tot nu toe nog onleesbaar, maar Stad Utrecht 1791. Mes en mes scherp, zo zien we ze graag. Anders zijn ze ook supergoed. Wapen van Utrecht, schildje met de twee leeuwtjes. Top! Op naar de volgende. Weer een punt 50. Kwam van aardig diep. Nummer 2 van dit veld.